Hallo, welkom bij BioLeren. In deze video krijg je enkele tips mee waarmee je het hart van een amfibie kan bespreken. Kijk op de eerste plaats eens naar de kamers en boezems bij het hart van het zoogdier, bovenaan, en het hart van een amfibie, onderaan. Wat valt je op? Als we vervolgens een kijkje nemen naar het bloed in die kamers en boezems, ziet daar dat er hetzelfde uit als bij de zoogdieren? De kleur van het bloed in de rechter- en linkerkant van het reptiele hart heeft inderdaad een andere kleur. Zoals jullie al geleerd hebben, betekent de rode kleur. En wil de blauwe kleur zeggen dat het bloed zuurstofarm is. We kunnen dus stellen dat het bloed niet gemengd raakt in het hart, ondanks het ontbreken van een kamertussenschot. Dat komt door speciale samentrekkingen van het hart van een amfibie. Een geweldige aanpassing. Als we dan kijken naar de bloedsomloop van een amfibie, vallen er ook een aantal dingen op. Waar een zoogdier, reptiel en vogel twee bloedsomlopen hebben, namelijk de kleine en de grote bloedsomloop, heeft een amfibie er? Inderdaad, een amfibie heeft wel drie bloedsomlopen. We kunnen al wel stellen dat een van de bloedsomlopen doorheen het lichaam gaat en de organen voorziet van zuurstof en voedingsstoffen. Die andere twee bloedsomlopen, wel, dat is aan jou om uit te vissen. Een kleine tip, kijk eens naar het ademhalingsstelsel van de amfibieën. Dat zal veel verklaren. Zo, dat was het dan. Herhaal de verschillende van de amfibiehart en het zoogdierhart nog eens voor jezelf. En ga zeker op zoek naar waar die tweede en derde bloedsomloop voor dienen. Succes!